minder genuanceerd duidelijk maken wat je precies voor een paar grote dingen wil bereiken. Wij zien inmiddels overigens Pim Fortuyn en Ron van der Ree praat met hem. 80% van de stemmen geteld, dus er kan nog wat verschuiven met die 20%. Maar goed, als dat zo blijft, dan heeft u daar gelijk in. Ja. U heeft aanvankelijk één dag in de week uitgetrokken voor het raadswerk. Nu bent u de grootste. U kunt de formatie op uw hals gaan halen hier voor de stad. Nou, dat is nog maar helemaal de vraag of we dat zo moeten gaan doen. Er is een nieuwe wet waarin we een dualistisch bestel krijgen. Dat wil dus zeggen dat de stadsregering regeert en de raad controleert. Benoemt natuurlijk het college, moedigt aan en corrigeert. Nou, en ik kan mij heel goed voorstellen dat we een collegeonderhandeling krijgen. Van dat je begint met te zeggen van nou, in hoofdlijnen worden wij het wel eens. Dan het de wethouders te benoemen. En die wethouders het programma laten opstellen voor het stadsbestuur. Dus ik zou het ook, als het kan, wat anders willen doen als dat het in de jaren hiervoor is gegaan. Ja, het is misschien een open deur, maar hoe verklaart u nou die gigantische winst? Nou, dat vind ik niet zo moeilijk. Mensen zijn de onduidelijkheid van de gevestigde politiek zat. Willen een nieuwe frisse wind. Zeker ook in deze stad waar de Partij van de Arbeid het zo lang alleen feitelijk voor het zeggen heeft gehad. Nou, dat gaan we nu doen. Ja, maar het is niet zomaar een winst. U bent in één klap de grootste van deze stad. De wereldstad Rotterdam. Nou ja, dat geeft dus aan hoe genoeg mensen hadden van deze wijze van besturen. Nog niet eens als het gaat, want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen gerealiseerd in de afgelopen periode. Maar vooral de manier waarop dat gebeurt. Het buitensluiten van de mensen in de stad. Politiek is erg ver van de burger afgedwaald geraakt. Nou goed, en dat hebben kiezers nu tot uitdrukking gebracht. Ja, uw belangrijkste opponent, de PvdA, heeft al laten weten wat ze van u vindt. Dat wordt dus oppositie. Met wie wilt u samenwerken in deze stad, politiek? Nou, ik ga in de eerste plaats ervan uit dat iedereen met iedereen voorlopig wil praten. Ook met de Partij van de Arbeid, wat u betreft? Ja, ik sluit niemand uit. Waarom zou ik? Ik ben een democraat. Je moet natuurlijk de verkiezingsuitslag in ogenschouw nemen. Nou, dan hangt het er af van de opstelling van de andere partijen. Want wij kunnen niet alleen regeren, zo simpel is het. Nou, dan hangt het op van de andere opstelling van de andere partijen, hoe ver we komen. Maar het kan ook nog zijn dat ze allemaal bij elkaar kruipen en zeggen, u mag niet meedoen. Dat weet ik niet. Hoe belangrijk wordt uw rol nou in Rotterdam? Of gaat u toch uiteindelijk naar de Kamer vertrekken? Zijn dat uw ambities? Ja, maar dat zegt u steeds. Van de nieuwe gemeentewet geeft een hele andere rol aan de gemeenteraad. En die vind ik ook goed. Nee, maar even voor de duidelijkheid, u wilt geen wethouder worden? Nee, dat kan niet. Dat heb ik ook steeds gezegd. Ik kan moeilijk en in de Tweede Kamer gaan zitten en wethouder van een grote stad zijn. Dat zou grotesk zijn. Ja, maar goed, als je 16 zetels wint, dan verlangt dat volk natuurlijk wel wat van u. Ja, dat is zeker. Dat mogen ze ook. Ze mogen van mij verlangen. En u moet dat waarmaken, ook met bestuursverantwoordelijkheid. Ja, nou, ze mogen dus van mij verwachten dat ik met hele goede kandidaten kom als wij deelnemen aan het college van BNW. En dat zullen we ook komen, want de nieuwe wet maakt het ook mogelijk om mensen van buiten de gemeenteraad aan te trekken voor de wethoudersfunctie. Dat worden wethouders van buitenaf die op dit moment niet op de lijst van Leefbaar Rotterdam staan? Wat ons betreft wel, ja. Ja, wat ons betreft wel. We zijn natuurlijk nog niet aan het onderhandelen, dus er kan altijd wat verschuiven. Maar tenminste één van de kandidaten zal van buiten de gemeenteraad komen. En het zullen zware kandidaten zijn. Door de muziek op de achtergrond lijkt het al eventjes dat de uitslag bekend is hier. Ik word weggeduwd door wat collega's. Het is nou eenmaal hectisch. Geert Willem Overdijk, staat helemaal aan die andere kant van de Rotterdamse burgerzaal. Ja, maar nog niet zo dicht bij het bandje dat we onszelf ook niet meer kunnen verstaan. We hebben hier wat jongeren bij elkaar. 33,81%, 16,7%. Stemmen gekregen. Jongens, een stukje naar achteren gaan. Proefwist. Ja. Nee, we gaan niet doen. Even een beetje ruimte ook achterin als ik ken. Want dames en heren, en hartelijk welkom bij deze verkiezingsuitzending van TV Rijnmond. Er is nog niet helemaal 100% binnen, maar met 90% van de stemmen kunnen we toch wel duidelijk stellen dat er een grote aardverschuiving heeft plaatsgevonden.
En daarom zijn we in vliegende vaart alle lijsttrekkers, althans van de vier grootste partijen, bij elkaar gaan halen. Welkom, ook de laatste schuift aan en dat is niet zomaar iemand. Dat is, ik mag wel zeggen, u wordt nog even geschminkt, terwijl meneer Fortuyn. Beetje, dat is het nadeel van een kaal hoofd. Ja, maar dat zal is u... helemaal geen nadeel, mevrouw. Het zal u ook een zorg zijn. U heeft 16 zetels gehaald. Is dat de definitieve uitslag nu? Nee, ik heb nog steeds 90,4. Ik hoop overigens heel sterk van mensen om de definitieve uitslag nog te krijgen. Maar ik ben blij dat ik u aan tafel heb. En dat geldt overigens ook voor mijn drie andere gasten. VVD, CDA, PvdA, alle drie in het college. Alle drie verliezer. Meer kan ik er ook niet van maken. En mevrouw Kuiper, voor u geldt dat toch wel het meest. De Partij van de Arbeid is voor het eerst in de geschiedenis niet meer de grootste partij. En wordt in één klap voorbijgestreefd door Leefbaar Rotterdam. Ja. De partij waarvan u van tevoren zei, daar wil ik niet mee samenwerken. Wat betekent deze uitslag dan voor u en uw partij? Nou, in de eerste plaats natuurlijk een verschrikkelijke klap. En daar moeten we echt even enorm over nadenken wat voor conclusies we daaruit trekken. Had u zich hier niet op voorbereid? Nee, op deze omvang had ik mij niet voorbereid. Dat wil ik eerlijk zeggen. Overweegt u om consequenties te trekken uit deze uitslag? Daar gaan we het in partijverband over hebben. Natuurlijk zullen er consequenties aan verbonden moeten worden. Maar het meest vreselijke vind ik van hoe moet het nu met deze stad verder? Maar als u zegt er moeten consequenties verbonden worden sowieso, bedoelt u dan wij zullen niet meedoen in het college? In ieder geval een flinke stap terug? We wachten af wat nu de initiatieven zijn. Dat is niet aan ons. Hè? Dat is aan deze meneer hier, ja, hè? Rechts zeker. Van mij, meneer Fortuyn. U mag zeker. Het initiatief gaan nemen om tot een college te komen. Nou, laten we nou eens wat minder dramatisch doen. Hè? Als die uitslag dus de definitief is, zoals die hier ligt. Wij hebben steeds gezegd, we zijn bereid. En zeker als de kiezer ons daartoe in de gelegenheid stelt. Om verantwoordelijkheid te aanvaarden, uiteraard voor het stadsbestuur. Wat daar dramatisch aan is, dat begrijp ik helemaal niet. Want het zijn toch de burgers van deze stad die dat nu zeggen. Nou, mevrouw Kuiper, ik moet zeggen, daar zit ook wel iets in een beetje op. Hoe gaat deze stad nu bestuurd worden? Want u kunt met z'n tweeën niet samenwerken. Althans, dat zegt de Partij van de Arbeid. Er zitten nog wat meer partijen. Er zitten nog een aantal, die zitten naast u onder andere. VVD en CDA. Maar ja, VVD, meneer Janssens, u heeft flink verloren. Ja, ik heb diezelfde gevoelens als mevrouw Kuiper. Ik kan niet zeggen dat het een vreugdevolle avond is. En ik zal dus op mijn gemak toch eens even vannacht en morgenochtend moeten nadenken hoe we dan verder gaan. En wat mijn eerste reactie naar is, ik zit op het achterbankje, dat heeft de kiezer me neergezet. Dus dan zal ik op basis daarvan eens moeten gaan kijken of ik op dat achterbankje iets kan doen, ja of nee. Ik wil één dringende oproep doen aan alle mensen die hier aan tafel zitten. Van begrijp je verantwoordelijkheid? Ik de mijne, u de uwe. En sluit niet te snel iets of iemand uit. De VVD heeft het overigens als enige niet helemaal gedaan van tevoren. Het is toch op zich logisch als je een uitslag krijgt zoals die nu voor mijn partij geldt. Uitgaande dat dit dus de definitieve uitslag is. Dat betekent 4%, 4 zetels kwijt. Dat is bijna de helft van wat ik had. Ik hoop dat de heer Fortuyn het toestaat dat ik eventjes bij kom. Zeker naast u kijkt meneer van de tak van het CDA. U bent van alle collegepartijen en de grootste partijen. Overigens wel de partij die het minste verliest, maar ook u verliest. Het is een slecht resultaat ook voor het CDA. Ja, maar inderdaad, we zijn niet in ieder geval de minste verliezer. Maar ik heb ook van de week fel horen zeggen, Leefbaar Rotterdam, daar werken we niet mee samen. Dus we kunnen u en Els Kuiper gewoon nu gevoeglijk aan de kant zetten? Waar het hier om gaat, is dat de kiezer gesproken heeft nu. En ik ben christendemocraat. En mij weegt evenzeer als mevrouw Kuiper het belang van het stadsbestuur en het besturen van deze stad, waar deze stad naartoe moet, weegt heel zwaar. En dus ligt het belang nu in handen van Leefbaar Rotterdam? En ik moet u zeggen, daar stemmen wij op. Daar vind ik dus dat de heer Fortuyn nu het voortouw in moet nemen. En dat hij zijn verantwoordelijkheid nu moet waarmaken. Hij moet oplossingen bieden voor de enorme explosie van de onvrede en de onveiligheid. En ik vraag, met name aan partijen waar wij mee geregeerd hebben. Dat is in de eerste plaats de Partij van de Arbeid. Betrouwbare coalitiepartij, GroenLinks. Betrouwbare coalitiepartij, VVD. Om in ieder geval deze nacht echt goed te slapen met z'n allen.
en even na te denken hoe we het belang van die stad kunnen dienen. Als u dat zo benadrukt, zegt u daarmee bijvoorbeeld dat het Leefbaar Rotterdam onbetrouwbare coalitiepartij zou zijn? Nee, want ik vind in dit verband dat we ook zelf na moeten denken over, laten we zeggen, degene die nu de leiding in handen heeft, in ieder geval voor wat betreft de formatie. Meneer Fortuyn, iedereen legt de bal bij u, dat is natuurlijk ook niet zo gek. Was u hier eerlijk gezegd wel echt op voorbereid? Heeft u bijvoorbeeld wel 16 goede raadsleden? Ja, dat vind ik wel. Er zijn overigens een paar gekozen nu die helemaal niet meer mee willen doen met u, hè? Nee, maar goed, dat schuift dan op. U kijkt namelijk helemaal niet zo blij. Ik heb het idee dat ook u een beetje overdonderd bent door dit resultaat, waardoor we opeens alle verantwoordelijkheid op uw schouders ligt. Nee. En dat terwijl u nog een campagne voor Nederland moet gaan voeren. Dat is ook zo, maar ik kijk daar niet tegenop. Het heeft mij natuurlijk ook overvallen dat het dit resultaat is geweest. Ik had zelf gehoopt op 10, 11 zetels. Nou, het zijn er 16, als tenminste dit de definitieve uitslag is geworden. Nou, we gaan straks praten met elkaar. Maar u heeft nu ook de kans om bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, waarvan u alsmaar in de campagne heeft gezegd, de partij, de regentenpartij, die deze stad veel te lang bestuurd heeft, die heeft gezorgd voor op alle topposities, ambtenaren, waar dan ook, PvdA'ers aan de macht. Die kans heeft u nu om dat dan te doorbreken. Hoe gaat u dat doen? Dat gaan we ook doen. Nou, wacht u maar af. Ik moet ook met deze mensen hier aan tafel gaan praten. Wie gaat u uitnodigen? Wie gaat u uitnodigen? Allemaal. We gaan gewoon eens allemaal met elkaar om tafel zitten. En dan gaan we eens kijken van, is het mogelijk om met ons een college te vormen? Welke voorkeur heeft u? Heeft u een voorkeur voor partijen om mee samen te werken? Wil ik nu niet uitspreken. Nee, we zitten hier niet te onderhandelen. Zij willen eerst uitslapen, dat vind ik een heel goed idee. Het is goed nadenken over de consequenties van deze uitslag. Ik natuurlijk net zo hard. Nou, dan gaan we in de komende dagen met elkaar heel rustig om tafel zitten en te kijken van hoe we tot een goed college kunnen komen. Daar heb ik ook wel ideeën over. En mag ik al wel iets van die ideeën weten? Nee, want dat zullen we dan. En ook niet van de taken die dan bijvoorbeeld gesteld worden? Wat moet zo'n college dan vooral gaan doen wat u betreft? Nou, dat hebben wij in ons programma duidelijk gemaakt. En ik onderhandel niet met u. Als er onderhandeld moet worden, gebeurt dat in het kader van de gemeenteraad, van de gekozen politici. Nou, die komen dan op een gegeven moment met het resultaat naar buiten. En dat ligt dan weer voor. Heeft u al in uw boekje gekeken of u misschien wel 5 goede wethouders zomaar even bereikt heeft? Dat maakt u zich daar nou maar geen zorgen over, want dat is natuurlijk prachtig met die nieuwe gemeentewet. We hoeven de mensen niet te hebben. Nee, ik zeg uit het boekje. Maar uit de fractie. Nou, en wij zullen ze ook niet uit onze fractie hebben. Als wij deelnemen aan het stadsbestuur, komen het goede kandidaten. Gaat u overigens alle drie, zeg ik tegen de rest, ook inderdaad aanschuiven als u uitgenodigd wordt? Het is logisch op het moment dat er onderhandeld gaat worden dat partijen dan met elkaar gaan praten. Op basis van het gesprek zou je moeten bepalen of je ja of nee zaken gaat doen. U heeft samen met Fortuyn 21 zetels, daar nog een kleintje bij en u bent er. Ja, als het leven zo makkelijk was. Het gaat erom van, kan er een college gevormd worden? En een college wat in staat is om deze stad ordentelijk te besturen. Het signaal van de kiezer is helder. 76.000 kiezers hebben aangegeven dat het anders moet. Alle partijen die op dit moment in de raad zitten, hebben gewoon zetels verloren. Laten we heel nuchter zijn. Of hoopt u misschien met z'n allen, meneer Van der Tak, stiekem dat u allemaal kunt zeggen tegen Leefbaar Rotterdam, sorry, we kunnen toch niet door één deur. En dat vervolgens toch Fortuyn in de oppositie terechtkomt en u met alle andere partijen een college gaat vormen? Dat vind ik een allemaal soort Vlaamse optie, zal ik maar zeggen. Dat vind ik, als je die 21. Dat vind ik allemaal voorbaar. Het is namelijk zo heel duidelijk dat Leefbaar Rotterdam nu het voortouw moet nemen. Daar zijn ze de grootste. Zij hebben die aardverschuiving ook veroorzaakt. En dat betekent, vind ik, dat wij op dat punt iets terughoudende rol nu hebben. Maar wij zullen, ik vind het wel dat wanneer ik uitgenodigd word voor een gesprek, dat ik ertoe overneig om in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Ja, toch vind ik dat ik vraag die natuurlijk beantwoord moet worden is, wat betekent het nu? Wat betekent het nu? Er hebben zoveel mensen ter waarde van 16 zetels op Leefbaar Rotterdam gestemd. Wat hebben die daarmee uitgedrukt? Die kunnen daar niet mee uitgedrukt hebben dat ze willen dat er dit of dat gebeurt. Die hebben daarmee uitgedrukt dat ze dingen niet goed vinden. Want dat is waar Leefbaar Rotterdam, waar de heer Fortuyn campagne mee heeft gevoerd. Precies. En daarom zeg ik, zou u als collegepartijen met name daar geen consequenties uit moeten trekken. En gewoon nu al zeggen, u had voor de campagne nogal een grote broek aangetrokken. Moet u dat niet ook na de campagne doen? Nou ja, ik ben nog niet van opvatting veranderd. Dus de discussie dus u gaat niet naar gaan het gesprek dat straks wordt geantemeerd en waar u wordt uitgenodigd? Tuurlijk ga ik wel naar een gesprek. Maar, de maar als u toch gaat bijvoorbeeld over zegt, ik wil niet meedoen. Het soort van oplossingen waar, want daar heeft nog nooit iemand het over gehad. Het soort van maar u heeft nu het aanpak, idee dat u misschien toch zaken kunt doen met Fortuyn? Nee, ik kan me dat slecht voorstellen. Maar het gaat om, wat ga je dan nu doen? Wat ga je dan anders doen? Want
Is dat dan de conclusie die je moet trekken? Dat weten we nog niet. Er is namelijk toch een hele grote explosie van die onvrede. Er is de heer Fortuyn die heeft natuurlijk een campagne neergezet met ook heel duidelijk gericht op, laten we zeggen, het vreemdelingenbeleid en op het punt van de veiligheid. Nou, dan is het aan hem om nu de oplossingen daarvoor te geven. Overigens die heeft zie ik vandaag heer Fortuyn, er lijkt het ook voor gezorgd dat de politiek weer is gaan leven in de stad. Want in plaats van 48,4% in de opkomst, meneer Janssens, kijk maar even naar u, is dat 61% geworden. Ja, dat is op zich prima. Ik had alleen gehoopt dat die 61% iets meer VVD-mijnd geweest zou zijn. Dat was een ikkoppertje, hè? Ja, maar nee, vindt tuurlijk. U niet dat ook dat nee, iets, hè? Dat is op zich, dat ben ik met u eens. Dat is op zich natuurlijk waar, dat door de campagnes die nu gevoerd zijn, de politiek wat meer is gaan leven in de stad. Alleen, waar ik me dus een beetje zorgen over maak, is het feit van, hoe heeft die kiezer nou precies gestemd? Op basis van wat voor programma wordt er nou precies gestemd? Want meneer Fortuyn zegt wel, ja, we gaan onderhandelen. Ik ben er nog steeds niet achter hoe bepaalde problemen deze stad door Leven Rotterdam opgelost moeten worden. Dat hoop ik dan in die gesprekken te krijgen. Want dat vind ik het knappe nog steeds. Als u aan een college deelneemt, dat u dan ook bijdraagt aan de oplossing van die problemen. Ja, dat begrijp dat lijkt ik. Alleen, me ik doe dat op basis van 10% van de kiezer. En ik ga ervan uit dat u dat doet op basis van 34% van de kiezer. Zo zit het nog steeds in elkaar. Nee, we kennen hier geen tweepartijensysteem. Zo simpel is het. Nee, het zijn, we leven in een land met veel partijen. Er moeten altijd coalities gevormd worden. Nou, wat dat betreft zijn die coalitieonderhandelingen niks anders dan de jaren daarvoor. Zijn er overigens harde voorwaarden, meneer Janssens, die u stelt voor wel of niet deelname aan zo'n college met Leefbaar Rotterdam? Nee, op dit moment zeg ik. En zegt dat u heb bijvoorbeeld, net in het begin gezegd, want in eerste instantie is gezegd door de VVD ook, we vinden het verwerpelijk dat bijvoorbeeld de heer Fortuyn heeft gezegd van mij mag artikel 1 van de grondwet worden afgeschaft. Ik vind dat de heer Fortuyn in een gesprek aan tafel, als we in onderhandelingen zouden gaan, uit moet leggen wat hij daarmee bedoeld is en kijken of dat toch is. Heb ik in de Volkskrant al gedaan. Dat ga ik niet nog een keer herhalen. Ik heb veel boeken geschreven. Gaat u maar eens wat lezen vannacht. Ik lees die boeken niet om de simpele reden dat ik van verkiezingsprogramma's uitga. Vind ik belangrijker dan boeken die mensen schrijven. Maar dit gaat toch een enorme padstelling worden? Waarom? Waar speelt u nou mee bezig? Nou, dat zeg ik tegen meneer Janssens. Waar bent u nou mee bezig? Met ruzie stoken? Ik hoef geen ruzie, maar ik zie alleen geen oplossing. Collegeonderhandeling lijkt me niet te maar als nou meneer Janssens zegt, ik stel in ieder geval als voorwaarde dat wordt toegelicht. En u zegt al, dat ga ik niet toelichten. Hij heeft in ieder geval het geluk dat ik nooit met hem in een college zal zitten. Want ik zal niet in het college zitten. Goed, maar u voert toch wel de collegeonderhandelingen? Ja, maar dat is iets anders. Ah, daar ziet u de oplossing, begrijp ik. Nee, dat gaat om een team van mensen. Zullen we ook naar moeten kijken? Ik was ook benieuwd naar de totaaluitslag. Die gaan we nu krijgen, hoor ik. Burgemeester Opstelten staat klaar om die uitslag te melden. En wij kunnen even meeluisteren als het goed is. In de burgerzaal doen we dat. Of bent u hier, meneer Opstelten? Ja. Meneer Opstelten, ik geloof dat u... Ja, het is een beetje een rommeltje, maar u heeft hier de einduitslag. Ja, die ga ik daar meenemen. Ja, kunt u even de kijkers uit de droom helpen? Ja, kom maar kijken. Kom maar kijken. Even daar. Nou, de burgemeester weet er wel wat spannends van te maken. Hij loopt naar zijn katheder om zelf persoonlijk daar de uitslag bekend te maken. Meneer Fortuyn, maakt het voor u nog iets uit of het 16, 17 of 15 zetels zijn? Nou, het zal toch niet verder gaan dan 16? Ja, ik weet het niet. Ik durf het niet meer te zeggen. Maar nou, we wachten het af. Het scheelt nog 10%, dus ik hoop eigenlijk dat hij daarmee gaat. Nog een paar ogenblikjes en dan weten we het. Heeft u dit ooit kunnen dromen eigenlijk? Nee, natuurlijk droom je dit soort dingen niet. Ik moet ook een nachtje slapen. Nou, eens kijken of burgemeester Opstelt inmiddels gearriveerd is op zijn mooie opstapje. Hij is overigens wel gewend als voorzitter om te gaan met een partij die in één keer groot binnenkomt. Namelijk in Utrecht. Met Leefbaar Utrecht is dat gebeurd. Denkt u dat het een goede voorzitter is? Vraag ik u ook nog maar even. Ik ken hem niet. Ja, ik ken hem wel, maar vanuit een hele andere werkomgeving toen hij nog directeur-generaal op Binnenlandse Zaken was. Dus het is wat anders dan als burgemeester. Maar u heeft bijvoorbeeld wel vertrouwen in hem? Ik ken hem als professional, zoals hij mij als professional kent. Ik zie het namelijk nog wel gebeuren dat hij als bemiddelaar moet gaan optreden. Dat hoeft ook niet. Kun je ook nog van buiten. Er zijn heel veel mogelijkheden in de nieuwe wet. Die moeten we maar eens gaan benutten. Hij moet een beetje creatief zijn. Nou, hij doet er wel en wat ik, lang. Ik zal me daarvoor inzetten. En nogmaals, niemand uitsluiten. Laten we daar nou eens mee beginnen. Ik krijg inmiddels binnen dat
de definitieve uitslag zegt, meneer Fortuyn, dat u zelfs 17 zetels heeft gehaald. Is dat niet een beetje overdreven? En wie van de... Van de andere verliest er dan nog eentje? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat weet ik nog niet. Is dat zo? Heb je dat gezien? Gaat de VVD toch weer naar 4? Ja. De VVD gaat naar 4. Meneer Janssens, dan verliest u meer dan de helft van de kiezers. Ja, dat klopt. Dan kan u toch ook nu al zeggen, dit kan ik niet dragen, zo'n uitslag? Ja, ik hoop dat u het goed vindt. Er zijn mensen voor minder afgetreden. Ja, dat klopt. Maar ik hoop dat u het goed vindt dat ik besluiten neem over al of niet deelname in het college, al of niet mijn eigen positie op dit moment, nadat ik eens rustig geslapen heb en het eens even op me in heb laten werken. Ik ben niet van plan om nu voor de camera te zeggen, dat heeft die en die gevolgen. Ik weet ook niet wat er anders zit. Dus dat weet ik, dat we in de uitzending zitten. Ja. En als het goed is, zeggen mensen ook in de uitzending hetzelfde als wat ze daarbuiten zeggen, meneer Fortuyn. Dat mag toch ook? Nou, dat vind ik niet hoor. Zo gauw je op televisie bent, moet je heel, heel zorgvuldig uitdrukken. Zelfs bij landelijke kranten. Nou, nee, daar kranten vind ik, dat is heel wat anders. Televisie is heel direct. Hè. Daar kan je nooit kranten maken van alles wat van de dingen die je zegt. Dan heb ik een uitgebreide ervaring. Hoe groot is uw lijst eigenlijk? Hoe bedoelt u? Nou, hoeveel mensen staan erop? Zo'n 30 mensen. Oh, dus dat haalt u makkelijk? Ja, dat dacht ik. Nou, eens even kijken. Ik hoor nu dat we zelf de uitslag brengen, want burgemeester Opstelt is misschien toch ook een beetje beduust van alle ontwikkelingen hier op het stadhuis. Ik weet het niet, maar we zijn hem even kwijt. Ik ga uit van wat u net zegt, meneer Janssens, dat u degene bent die die ene zetel toch weer verliest aan Leefbaar Rotterdam. Dat betekent, mevrouw Kuiper, dat u nog steeds op 11 staat, ook bij 100% van de uitslag. En dat is iets dat nog nooit is vertoond natuurlijk voor de Partij van de Arbeid. We zien hier overigens nog even op een rijtje de hele uitslag Leefbaar Rotterdam, ja hoor, van 0 naar 17. Ongekend, nooit vertoond, nergens in Nederland. De Partij van de Arbeid staat nu nog, stond op 15, staat nu op 11. Ook dat is overigens ongekend, niet meer de grootste partij. VVD, zwaar verlies van 9 nu naar 4, meer dan de helft is af. Van wat u net zegt, meneer Janssens, dat u degene bent die die ene zetel toch weer verliest aan Leefbaar Rotterdam. Dat betekent, mevrouw Kuiper, dat u nog steeds op 11 staat, ook bij 100% van de uitslag. En dat is iets dat nog nooit is vertoond natuurlijk voor de Partij van de Arbeid. We zien hier overigens nog even op een rijtje de hele uitslag Leefbaar Rotterdam, ja hoor, van 0 naar 17. Ongekend, nooit vertoond, nergens in Nederland. De Partij van de Arbeid staat nu nog, stond op 15, staat nu op 11. Ook dat is overigens ongekend, niet meer de grootste partij. VVD, zwaar verlies van 9 nu naar 4, meer dan de helft is eraf. Ik zie alleen maar verslagen gezicht hier om me heen, behalve dan van de man hier meteen naast bij het CDA. Het er 6. En het worden er 5. Dus ook daar is verlies geleden, maar dat is iets kleiner. Het heeft schrik te maken met het CDA, die lokaal bijna altijd goed doet. Overigens, D66 stond op 3 en is ook gezakt naar 2 zetels. Er blijft wel erg weinig van over. En hetzelfde geldt niet helemaal voor GroenLinks. Die heeft niet eens zoveel verloren, namelijk maar 1 zetel, van 4 naar 3. Maar ook verloren, stadspartijen, ook gehalveerd. Van de 2 die er nu zijn, nog maar eentje over. SP is nog dramatischer, van 4 naar 1. Ja, daar heeft u stemmen vandaan gehaald, meneer Fortuyn. Joop had er 1 en daar is niets meer van overgebleven. En de SGP, ChristenUnie, de enige stabiele factor nog. Waar vind je nog zekerheid? Daar, 1 zetel was het en 1 zetel blijft het. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een hele trouwe, vaste aanhang. En dat geldt overduidelijk niet voor alle andere partijen. Dit is overigens de nieuwe nationale partij. Die heeft het niet gehad. Die heeft voor het eerst mee. De kiezer heeft geen zetel gehad. Het kiezersvolk is op drift, zou je kunnen zeggen. Dat geldt ook voor de Islamitische Partij, die nog van Nederland hier ook geen heeft gehaald. We hebben geloof ik nog eentje. Nou, even nog, meneer Fortuyn, tot slot. De kiezer heeft gesproken en hoe heeft de kiezer gesproken? Nou, met 17 zetels voor u. U bent echt aan de bak, zou ik maar zeggen. Ja, en we zijn ook aan de bak. En dat we gaan straks het gesprek houden. Maar hoe gaat u dat doen? Mevrouw, wacht u dat nou eens even af. Ik ben benieuwd. Bent hier niet degene die de collegeonderhandelingen gaat voeren. Nee, maar ik ben een Rotterdamse burger en ik ben heel erg benieuwd hoe u dat doet. Dat is prima en dat zult u straks wel zien. De mensen gaan eerst slapen. Iedereen gaat eens bekomen van de uitslag, ook ik. En dan zullen we het wel zien. En dan gaan we het gesprek beginnen.
En nou, het lijkt mij voor de hand liggen dat wij natuurlijk in dat college een plek zullen hebben. Maar we zullen het moeten hebben met anderen. Ik kan een, ik heb niet meer. Ja, zoveel heeft u nog niet. Zelfs dat scheelt niet eens veel. Met 23 had u zelfs een meerderheid gehad. Ja, maar dat heb ik niet. Nee, ik begrijp overigens dat u zult het heel druk krijgen. Goed al. U zult het heel druk krijgen, ook voor de landelijke verkiezingen. Ja. Want ik begrijp dat u ook nu wilt vertrekken om mee te doen aan het NOS-debat. Ja, maar heb je met je eigen collega's afgesproken. Dus daar moet je niet op naar een konto schuiven. Ik neem u helemaal niks. Dat moet echt veranderen hoor, als de verantwoordelijkheid draagt. Die man die loopt weg voor Rotterdam. U bent geëxcuseerd en ik ga het wel over naar Ron van der Ree. Die staat met nog een aantal teleurgestelde lijsttrekkers. Oké, bedankt.